Mensen kunnen ook zelf bakjes meenemen. We hebben ondervonden dat daar de kwaliteit van de friet nog onder te lijden heeft. Gelderse snackbarhouders worstelen nog met de nieuwe regels voor het gebruik van plastic wegwerpbekers en bakjes. Sinds 1 juli moet er in Nederland worden betaald voor plastic bakjes en moeten herbruikbare opties worden aangeboden. Zo zou het milieu minder worden belast. Maar de uitvoering van de plannen verschilt nogal. Hi. Hi, mag ik een patatje met alsjeblieft? Ja, dat mag, maar helaas niet in een pan. De oproep van de overheid om met een eigen pan friet te gaan halen wordt bij snackbar Litjes in Serenberg niet met gejuich ontvangen. Ik vind de regel eigenlijk een beetje tegenstrijdig. We hebben de corona net achter de rug. Daar mocht dus helemaal niks. En nu verwachten ze dat de mensen met eigen pan binnen mogen komen. Dat gaat gewoon niet samen. Want hun willen ook hebben dat we ons aan de sociale hygiëne houden. Op termijn wil Litjes overgaan op suikerrietbakjes en daar willen ze het bij laten. Bij cafetaria Kennedyplein in Ulft willen ze niet dat de prijzen stijgen door dure alternatieve bakjes. Ze hopen dat de meest eenvoudige oplossing zal volstaan. Het kabinet blijft wel adviseren op de Tweede Kamer, maar zonder enig overleg met mensen die echt ermee gaan werken. Wat wij gaan doen is formaliteit 1 cent aan plastic bakje, dat is het, verder ook niet. De richtlijnen voor de extra kosten van een plastic bakje liggen aanmerkelijk hoger, maar uiteindelijk mogen de snackbarhouders het zelf bepalen. Bij cafetaria Het Ambacht in Wageningen hebben ze een alternatief, een herbruikbaar bakje met QR-code, waarbij de klanten een kleine boete krijgen als ze het bakje niet terugbrengen. Mensen kunnen ook zelf bakjes meenemen. We hebben ondervonden dat daar de kwaliteit van de friet nog onder te lijden heeft. Liever deze dan de bakjes die ze helemaal afgesloten worden.